De herfst staat voor de deur, dus dat wil zeggen dat er heel wat nieuwe trends in aantocht zijn. Dus kijk maar even mee wat we allemaal kunnen verwachten in beauty en kapsalon. Hi, ik ben Nanya. Welkom bij Contour. We starten met een nieuw seizoen, dus dat wil zeggen ook nieuwe trends. Zowel op make-up als op kapselvlak. We gaan beginnen met de kapsels en dan ga ik verder met de beauty. We zien twee grote contrasten. Enerzijds hoe strakker, hoe beter. En anderzijds hoe losser, hoe mooier. Dus je hebt ofwel het strakke kapsel. Denk aan strakke, lage paardenstaarten met een middenlijn. Of strakke vlechten. En anderzijds hebben we dan meer de 60s-70s vibes. Dus bijvoorbeeld met schuine blessen, met heel veel volume, veel krullen. Nu, ik ben enerzijds heel veel fan natuurlijk van het nonchalante en het krullen. Maar ik vind zo'n strakke ponytail, zo'n lage ponytail, waarbij je eigenlijk het haar ook rond je haar kan wikkelen, vind ik eigenlijk ook wel heel knap. Heel minimalistisch, heel strak. Dus ik denk dat ik beide wel zeker ga uittesten deze herfst. En als derde trend, je gaat het niet geloven, maar de 80s bananas are back. Je weet wel, die grote clipspelden die je in je haar doet als je het te warm hebt. Of je wilt even stofzuigen en het mag niet in de weg hangen. Dus ik gebruik het vooral dagelijks als ik wil douchen en ik mijn haar niet wil nat maken. Dus ik ben wel heel benieuwd of het tevoorschijn gaat komen in het dagelijkse straatbeeld. Zo, dat was het voor de haartrends. Van make-up trends zien we vooral de no make-up make-up look. Ja, het spreekt zichzelf een beetje tegen, maar het is eigenlijk een look waarbij het lijkt alsof je geen make-up draagt. Hier ben ik wel enorm fan van, alhoewel je moet natuurlijk wel een beetje uitgeslapen zijn. En eigenlijk zou je het niet zeggen, maar het kruipt wel heel veel werk achter zo'n no make-up make-up look, want er zit wel degelijk wel wat make-up op de modellen hun gelaat. Dus wat ga je doen? De skincare is heel belangrijk, dus je moet je gezicht heel goed verzorgen. En de make-up moet echt een hele mooie, clean basis geven. Dus alsof het lijkt dat je het perfecte huidje hebt. Ik ben heel benieuwd of er mensen eigenlijk durven om zo naakt uit de deur te gaan. Wat we ook veel terugzien is eigenlijk de no make-up make-up look gecombineerd met een felle rode lip of warme kleurlippen. Denk aan rood, felrood, bordeaux. Fuchsia, dus allemaal rode tinten die gecombineerd worden met echt een mooie nude skin. Niet alleen onze lippen mogen goed in de verf geplaatst worden, ook de eyeliner is heel sterk aanwezig. Denk aan echt neonkleuren, heel felle kleuren van turquoise, dus groen, paars, zelfs rood. Dat is echt wel voor de mensen die durven. En niet alleen de eyeliner, maar ook de oogschaduwkleuren komen terug met deze felle neonkleurtjes. Je kan deze kleuren van oogschaduw ook gaan combineren met dezelfde kleur in mascara. Dus eigenlijk is het heel vreemd. We zien in de herfst heel felle kleuren terugkomen. Dus het is niet omdat het koudere, donkerdere dagen worden dat we ook onze kledingstijl of onze make-up daarop moeten aanpassen. Nee, net fris houden, mooi en kleurrijk. Het festivalseizoen zit er nog maar net op, maar Tomorrowland heeft precies wel echt een hele goede indruk gemaakt. Denk aan alles van glitters en pailletten dat je niet alleen op je ogen gebruikt, maar zelfs over het volledige gelaat. Voorhoofd, de jukbenen, de wangen, alles mag en alles kan. Hoe meer glitters, hoe beter. Ik weet zelf niet of ik zo heel fan ben van deze trends. Ik ga het natuurlijk wel een beetje uitproberen, zeker tijdens de feestdagen, door bijvoorbeeld een iets subtielere look te creëren met een eyeliner of wat oogschaduw met extra veel glans, want no glitter, no glory. Hè? En als laatste zien we de Twiggy look. Denk aan echt poppenogen waarbij we goed veel lagen mascara aanbrengen, zodat je meer dat effect krijgt van spinnenoogjes. En het is belangrijk dat de wimpers zelfs een beetje aan elkaar gaan kleven. Dus je kan het zelf op deze manier wat aan elkaar kleven. En vergeet zeker ook niet de onderste wimpers. En als finishing touch een eyeliner op de arcadeboog. Dus hier in de plooi van je oog wordt er dan nog eens een eyeliner geplaatst. Niet alleen in het zwart, zoals we gewoon zijn bij de traditionele Twiggy look. Nee, je mag echt alle kleuren van de regenboog gebruiken. Dus bij deze look ben ik ook wel heel benieuwd of het in het straatbeeld gaat verschijnen. Zo, ik hoop dat ik je goed geïnformeerd heb over wat nu de nieuwste trends zijn in Beautyland. Wat vond jij nu eigenlijk de leukste trend? Laat het me zeker weten in de comment. Vond je het een leuke video? Geef me een thumbs up. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren op ons kanaal. Tot snel! Gotcha, baby, to the top. Oh, gotcha, baby. Oh, gotcha.